Die van vandaag trekt onze aandacht omdat hij een satelliet uit Europa meeneemt, waarmee ook Nederlandse experimenten plaatsvinden. De satelliet Eureka, met door Fokker gemaakte zonnepanelen, spreekt dus buiten de dampkring een woordje mee. Zwaartekracht is de alles overheersende kracht hier op aarde. Het leven op aarde is 4,5 miljard jaar lang gevormd door de zwaartekracht. Vanaf de eerste celdeling heeft de zwaartekracht invloed op de ontwikkeling van een organisme. Maar wat die invloed precies is, bleef nog steeds een onbeantwoorde vraag. Biologische experimenten op dit gebied begonnen vlak na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. De Amerikanen hadden V2-raketten meegenomen uit het Derde Rijk. Aan boord bevonden zich schimmels. Veel later, tijdens bemande ruimtevluchten, zijn er allerlei experimenten gedaan met levende organismen in gewichteloze toestand. Maar dit soort experimenten duurden meestal niet langer dan enkele dagen. Met de Eureka-satelliet, die vanmiddag werd gelanceerd, krijgt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de beschikking over een echt ruimtelaboratorium. Een onbemand laboratorium waar de zwaartekracht afwezig is en dat gedurende 9 maanden in een baan om de aarde blijft zweven. Na 9 maanden komt de Space Shuttle Eureka weer ophalen om het laboratorium terug naar de aarde te brengen. In die 9 maanden zijn er automatisch allerlei experimenten uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe eiwitkristallen groeien als er geen zwaartekracht aanwezig is. Elk organisme bestaat voor een belangrijk deel uit eiwitten. En veel medicijnen hechten zich aan die eiwitten en kunnen zo hun werk doen. Het bestuderen van eiwitten gaat het beste met zeer zuivere eiwitten. In de ruimte, zonder de invloed van de zwaartekracht, wordt het mogelijk om die zuivere eiwitten te maken. De kennis van die eiwitten kan uiteindelijk betere medicijnen opleveren. Maar het maken van stoffen in de ruimte kan ook andere doelen dienen. De petrochemische industrie maakt op grote schaal gebruik van zeolietkristallen. Zeoliet is nodig voor de productie van plastics. Het maken van zeolietkristallen wordt altijd verstoord door de zwaartekracht. Er ontstaan verontreinigingen die de stof minder actief maken. Zeolietkristallen die in de gewichteloze ruimte groeien, worden perfect van vorm. Studie aan die perfecte kristallen kan productieprocessen efficiënter maken en zo miljoenen guldens opleveren. Maar niet alleen de afwezigheid van de zwaartekracht maakt Eureka tot een bijzonder laboratorium. Het leven op aarde voedt zich met het licht van de zon. Maar die zonnestraling is in wezen kwaadaardig. Zonder de bescherming van de atmosfeer zou het leven op aarde direct gedood worden door de sterke ultraviolette straling. Het dunner worden van de ozonlaag betekent dat er meer ultraviolette straling op ons neerkomt. Wat dat voor gevolgen heeft voor het leven hier op aarde is een ander aspect dat door Eureka onderzocht wordt. In Eureka zit een speciaal rek waarin schimmels, bacteriën en DNA zitten. Dat rek wordt blootgesteld aan de harde zonnestralen buiten de atmosfeer. Later wordt dan bekeken hoezeer het biologisch materiaal beschadigd is door die harde zonnestralen. Hetzelfde experiment leert ons ook iets over het ontstaan van het leven op aarde. Sommige van die micro-organismen worden langdurig aan de luchtledige en koude ruimte blootgesteld. Gekeken wordt of er organismen zijn die dat overleven. Een wetenschappelijke theorie is namelijk dat het leven op aarde afkomstig is uit de ruimte. Meteorieten met organisch materiaal zouden door de ruimte zweven. Inslagen van die meteorieten hebben misschien het leven op aarde gebracht. Om die theorie te testen heeft Eureka een instrument dat kleine meteorietdeeltjes opvangt. Dat materiaal wordt opgeborgen en naar de aarde gebracht. Als er organische verbindingen gevonden worden, dan moeten die uit de ruimte afkomstig zijn. En dat betekent dat het leven ook elders in het heelal kan zijn ontstaan. Eureka zal ons over 9 maanden een schat aan informatie verschaffen.
Informatie die de basis vormt voor nieuwe wetenschappen als ruimtebiologie en ruimtefysica. Wetenschappen die niet direct hun vruchten zullen afwerpen, maar die over een aantal jaren wellicht zeer bruikbaar zullen blijken. En nog een bijzondere eigenschap van die Eureka: de satelliet wordt na terugkeer opgeladen.